zijn we. Oh, uit. Dan zal het die wel zijn. Neem even serieus, is deze? Ja, denk ik. Hier zit een bunker. Ja, ik denk dat je daarin kan. Dat ja, daar kan je. Daar ben je zoveel in geweest. Maar... Dit stuk moet wel lopen. En dit hebben we net gedaan. En ik vond het net al lang. Hoezo? En we moeten dit hier nog zien waar we zijn begonnen, man. Dus in zoveel maar kijk, hij vond het al lang, hè, dus... Ik vind het niet ver. Ik vind het niet ver. Ik ben we zijn bij dit bord. Ja. Gaan we rechtdoor. Daar krijg je die splitsing zo meteen. Gewoon rechtdoor blijven lopen. En op een gegeven, altijd, gewoon, we moeten eigenlijk rechts aanhouden. Bunkers en rimmen. En op een gegeven, wat zijn die witte dingen dan? Dus er is een legenda bij. En de... We gaan gewoon lopen, we zien wel. Ja, ja, je had ook met de scooter kunnen... Dat zie je naar Magolisch te lachen. Ik kan me ook nog wel herinneren eigenlijk, dat we langs een asfaltweg een heel eindje moesten fietsen voordat het pas bij de muur kwam. Ja, dat kan kloppen. Daar dacht ik dus ook aan. Dat is daar. Dan moet je lang over dat fietspad en dan kom je ergens bij die muur uit. Dat weet ik. Ja, maar dat we zitten nu helemaal verkeerd. Dat is daar. Ja. Probeer eens, spreek dat. Mag je hierin, Dirk? Oh, Dirk, wacht, 25 meter afstand. Oh, we gaan er overheen zeiken. 25 meter af. Ja, ga jij er even overheen zeiken. 5 euro. Als je er overheen zeikt en je krijgt een schok, krijg je 5 euro. Als je er overheen zeikt, krijg je geen schok, krijg je 5 euro maar. Ja, uiteraard. Zijn er een spont te filmen? Ja, ik film alles. Doe je net? 5 euro, nee, is te weinig man. Nee, dan niet. Zeker. Op zoek naar een bunker die we nooit zullen vinden. Want ja, we zijn met Dirk op pad en dan gaat het fout. Dus dag 3,50. Ja. Dag 3,50, maten voorraad, waar ik steeds meer. Als je eruit gaat zometeen. Ja. Als het goed is krijg je dan een pad. Ja. En mag je over de pad moeten we weg. Ja. En dan ergens is het links. Ja, maar mijn schoenen zitten vol met zand. Kijk, ja, dat is jouw probleem. Ik zie die muur hoor, ik weet niet wat jullie doen. Zoom er eens op in dan, Ramstein. Zoom er eens op in, gaan we dat lukken? Onder de witte duik. Onder de duik. Ja, daar gaan we lopen. Hij ligt daar ergens, maar... Ja, ik zie het ook. Ik zie hem ook. Zo, en ik spot de muur natuurlijk. En dan gaan we er eindelijk heen. Paul zag hem eerst. Paul zag hem helemaal niet eerst. Jongens zag hem eerst, anders weet ik hem. Ja. Dus, vind je dat? Ja, ik vind het van niet. Ik zag die muur. Dus we gaan nu onderweg naar de muur en hopen dat we überhaupt in een bunker kunnen. Want volgens Dirk konden we erin, maar dat is ook weer lang geleden. Toch Dirk niet gaan fokken, maar al. Ja, dat was over je eigen cammy, dus Nou, Dirk, vind je ervan dat ze hem eindelijk gevonden hebben? Fucking chill. Ik vind het ook fucking bruut. We gaan er nu heen en enjoy, Paul. Eén iemand snel, kom. Kom filmen. Kom. Film de spinnen weg. Hé, hey, wat doe man? Gaan. Kom. Ga naar binnen. Ik volg. Dirk, pak jij een camera, Bart ook. Holy shit. Is dit het? Dit is het, gast. We hebben niet meer. Wat is dit nou? Zijn we hier voor iedereen gekomen? Dit is het. Ja, wat wil je nog meer? Dit is het. Kijk, er is nog een plek waar we heen kunnen. Dat is daar, wat Bart net zei. Het moet meer zijn, ouwe, want je kon net, zag je de opening. Zag je een hele gleuf. Yo, het best kleuren. Okay, wat is dit? Wat is dit? Ja, een plankje. Laten we hieruit gaan. Ja, laten we hier weer weggaan. Dat is helemaal niks. Heel wel spannend, gast. Ik kan zeggen dat we in een bunker zijn geweest. Ja, dat is best wel interessant om te zien, hoor. Zeker, maar ik kan ook zeggen dat het niet een hele grote bunker was. Maar ja, die vind je hier denk ik niet meer. Die kan je niet meer vinden. Die zijn allemaal dicht geworden. Kijk, hier gaat het nu verder. Kijk, hier moet een opening zijn, dat weet ik nog zeker. Toen gingen we daar oplopen. Hij moet daarin. Gast, het is echt kruipruimte. Ja. Het is echt kut. Dat gaat hem niet worden, denk ik, of wel? Ik ben er vroeger een keer in geweest. Maar? Ik weet niet meer wat het precies was. Gaat het hem worden? Waarschijnlijk, het is net zo groot als die andere. Het is waarschijnlijk precies hetzelfde als binnen. Het gaat niet meer door naar helemaal onder, want het is allemaal dichtgegooid. Ja, het is allemaal zand dichtgegooid, dus... Nee, dat gaat er niet worden, man. Ik ben er een keer in geweest, man. Dat wel. Ik weet dat er ergens in Katwijk zit er nog één. Maar ik weet echt niet waar. Deze bunker is dus hetzelfde als die we net in zijn geweest. Jullie hebben het kunnen zien, er staan mensen, dus we gaan snel terug. Ja. Anders hebben we misschien wel een probleem.
Als iemand inlichten. Dus we gaan nu even snel hardlopen terug. We kunnen hier niet naar binnen, hier want het is hetzelfde binnen. Als die daar. Ja, we maar, kunnen wel naar binnen, is kruipruimte. Maar het is hetzelfde. Het is hetzelfde als waar we net in zijn geweest, waar we wel echt konden staan. Het is deze echt dichtgegooid, tot, ja, tot en met hier eigenlijk. Het punt is dat we, er moet er nog ergens één zijn en die kunnen we nu niet vinden. Ja, ik weet wel wie hij is. Hij is verder op het pad, maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin om nu er naartoe te gaan. Want ja, als je gepakt wordt, dan heb je een probleem. Moeten wij daar dan nog een keer heen gaan? Ja, ik vind wel. Eigenlijk moeten we er nog heen, niet vandaag en dan gaan we s'avonds. Niet vandaag, we gaan een keer s'avonds, dat gaan we een keer doen. Laat sowieso een like achter. 50 of, duimpjes omhoog gaan we erheen. 50 duimpjes omhoog en dan gaan we er zo nog een keer heen, s'nachts. 50 is een beetje veel, of niet? Ja, maar ja, daarom is de uitdaging. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Druk op dat blauwe duimpje. Klik op abonneren als jullie meer van deze willen zien. Halen we de 50 likes op deze video. Gaan we de volgende bunker zoeken, hè? Die is verderop in het gebied. Is dus gevaarlijker eigenlijk, makkelijker te pakken. En gaan we een keer in het donker. Maar ja, dat doen we pas bij de 50 likes. Ja. Dus like allemaal deze shit even. En check even de infokaart nu wel goed boven Dirk. Deze kant. Die kant, dat zei ik toch. En daar staat wat leuks in altijd, ik weet nooit wat. Ik prop er altijd wat leuks in, of dat Bart of Dirk. We proppen er altijd een verrassing in. Ja. En waarschijnlijk is het de volgende video. Cash bedankt jullie. Peace.